Willem II's die verliezen, dat vinden de echte tricolores natuurlijk nooit leuk. Alhoewel nooit. Arjan Swinkels inmaken tijdens een potje darten is niet vervelend. Bij de spelletjesavond in Tilburg kregen tientallen supporters de kans om te sjoelen, darten en tafelvoetballen met en tegen spelers en staf. Vanavond hebben wij een spelersactiviteit georganiseerd als activiteitencommissie van de supportersclub Willem II. Dat wil zeggen dat er een aantal spelers en technische staf uitgenodigd zijn. Supporters konden zich daarop inschrijven bij wie ze in het team wilden. En gaan vanavond dus een triathlon doen, tafelvoetbal, darten en sjoelen. De mensen die hier komen zijn ook vaak wel de vaste supporters, zeg maar, die bij elke activiteit komen. En die hebben er altijd heel veel zin in, dus dat is wel leuk. Ja, ik vind het tot nu toe wel leuk. Zeker omdat je in contact kunt komen met de spelers. Ik ga ook wel eens naar trainingen en dan zie ik ze ook wel. Maar nou heb je echt de gelegenheid om er goed mee te praten en zo en spelletjes te doen. Ja, dat versterkt alleen maar de band met Willem II en jouzelf. Dit zijn ook wel sporten, om het even zo te noemen, die de spelers zelf ook wel doen volgens mij. Ja, tafelvoetbal sowieso. Ook in het spelershome staat ook een tafelvoetbalspel. En daar zie ik ze geregeld op spelen. En darten en sjoelen weet ik niet, maar is wel leuk denk ik. Echt een teamsport, dus is wel een uitdaging denk ik. Is er een topper bij het tafelvoetbal in de selectie? Vorig jaar hebben we het ook gedaan. Toen was Paul Kwaster de winnaar, samen met Mohamed Bensoudi. Die zijn er dit jaar helaas niet meer bij. Maar volgens mij Arjan Swinkels, die kan er ook wel wat van. Ja, we doen eens een keer iets meer dan alleen tafelvoetballen. We zijn al ook aan het darten en aan het sjoelen. En het eerste potje was alweer laaiend spannend vandaag. Dus 440 kan bijna niet gekker. Dus dat is een goed begin van de avond, denk ik. Het was heel leuk om met Geert Dirkse te tafelvoetballen. Het ging niet zo goed. Maar ja, het is, je komt wel goed in contact met de spelers en de trainer natuurlijk dan ook. En we hopen dat het, zoals het in tafelvoetbal van Geert Dirkse ging, ook in het echt, in de praktijk eruit zou komen. En dat ze gaan winnen. Nou, Geert Dirkse was aardig goed. Die kan wel een aardig potje tafelvoetballen. Ja, Geert Dirkse kon heel goed tafelvoetballen. Die had mij 10-5 geslagen. Dus, het is dat ik verhuisd ben, maar ik had thuis de tafelvoetbal, biljart en de sjoeltafel. Dus ik had alles weggestaan. Ik heb alles nog een keer gedaan. Vorig jaar tafelvoetballen, Paul Kwassen en Mesoudi waren daar de bovenliggende partij. Wie gaat dat dit jaar worden? Ja, ik ga vanuit de weide gaan doen. Dus, ik heb nog goede hopen voor ons team, dus ik denk dat wij hoge ogen gaan gooien hier. Je werd net al getipt inderdaad door iemand als kans hebben. Ja, ik hou niet van verliezen, hè, dus het maakt me niet uit. Het is niet zo gezellig hoor. Ik ben gewoon winnen.